De Chris Peterson Tour trekt in de maand februari doorheen Vlaanderen. Met één centrale vraag. In welk Vlaanderen wil u leven? Wil je ons laten weten welke keuzes volgens jou gemaakt moeten worden? Stap dan eens binnen in onze CD&V-mobiel. Beste Chris, ik wil leven in een Vlaanderen waar veel kansen geboden worden aan kinderen. Elk kind heeft zijn talenten en we moeten die ten volle benutten in Vlaanderen. En dan denk ik aan onderwijs, kinderopvang en zoveel meer. Ik wil leven in een Vlaanderen waar voldoende open ruimte blijft en waar vooral op het platteland aandacht is voor land en tuinbouw. Goedemorgen Chris, ik wil leven in een Vlaanderen waar men blijft inzet hebben om de kansarmoede te bestrijden en om zorg te dragen voor de minder mobiele senioren. De stad zegt, wij investeren dit in de lijn en de lijn zegt, wij investeren dit in de stad. Waar is wie het slachtoffer? Wel, de senioren zijn weer al eens het slachtoffer. Ik ben dus gepensioneerd. Ik heb 36 jaar aan de lijn gewerkt, dus ik ben gepensioneerd. Maar ik ben nog goed genoeg voor bij te werken. Dit zijn zaken dat wij niet meer nemen. Ik werk nog de streekkant uit. Ik ben nog begrafenisdrager. Beste Chris, ik zou graag willen leven in Vlaanderen zonder racisme. Ik wil in Vlaanderen leven waar allochtonen ook dezelfde kansen krijgen als Belgen als ze gaan solliciteren. Dat iedereen in vrede kan samenleven. Als deze zaak niet kan opgelost worden, dan is er nog één oplossing. En dat is dat wij de lijn gaan bezetten. En we gaan het ook doen. Geef alsjeblieft ons zicht terug op het maatschappelijk leven. Maar ik vind dat de mensen, ik in mijn geval nu, te veel belast worden op die activiteiten. Ik denk dat er nog altijd veel meer kan veranderd worden, dat wel. Maar ik vind dat Mechelen op zich al goed bezig is. En dat is positief. Beste Chris, ik wil graag in een Vlaanderen leven waarin er voldoende werkgelegenheid is voor jongeren. Een rechtvaardig Vlaanderen en vooral ook een sociaal Vlaanderen waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Chris, bedankt om naar onze verzuchtingen te luisteren. We vinden het al heel aangenaam dat er een keer een politieker naar ons wil luisteren. Volg ons via Twitter #WerkVlaanderen en via onze website cdmv.be.